Hallo, ik ben Maud. En ik ben Niels. En wij nemen jullie mee in ons werk als fysiotherapeut. Ik werk inmiddels 21 jaar hier in het ziekenhuis. Verschillende afdelingen gezien, maar inmiddels werk ik vooral op de afdeling orthopedie. En ik begeleid een beweeggroep voor mensen met aanhoudende lichamelijke klachten. En ik werk ook al een hele tijd hier in het CWZ, namelijk 20 jaar. En ik werk nu vooral als fysiotherapeut op de intensive care. En ik ben naast mijn werk als fysiotherapeut ook nog senior van de fysiotherapeuten. De fysiotherapeut heeft vooral expertise op het gebied van fysiek functioneren. En samen met alle andere zorgprofessionals begeleiden wij de patiënt op hulpvraag van de patiënt. Klinisch komt het erop neer dat wij, nou, bijvoorbeeld op de afdeling orthopedie waar ik veel werk, komen mensen terug van een operatie. En we proberen ze dan zo snel mogelijk weer op de been te krijgen, zodat mensen voldoende basismobiliteit hebben om naar huis te kunnen. En polyklinisch begeleiden we onder andere groepen in hartrevalidatie, in neurorevalidatie, in aanhoudende lichamelijke klachten. Maar ook handtherapie, schouder, bekkenbodem, pijnpoly. Ja, heel divers dus. Nou, wij horen met de fysiotherapie onder de paramedische dienst. En dat is een optelsom van ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, maatschappelijk werk, diëtetiek. En we werken echt wel heel veel samen. Wij zorgen dat de patiënt op een goede manier de transfer naar de stoel kan maken, naar een rolstoel, die dan weer wordt ingesteld door de ergotherapeut. We hebben een groep van ongeveer 35 fysiotherapeuten met allemaal hun eigen specialisme. Hier in het ziekenhuis proberen we natuurlijk zeer professioneel ons werk te doen. Daarnaast zoeken we elkaar ook nog wel eens regelmatig op buiten het werk om. En we merken dat dat juist erg goed is voor het teamgevoel. Wat maakt ons werk speciaal? Nou, dat is dat wij echt iets kunnen betekenen voor die mensen. Ik vind dat wij, we komen in situaties dat iemand bijna niks kan, op een bed ligt, geen arm, geen been kan bewegen, het bed niet uit kan. En door onze inbreng of door onze hulp toch echt op de been komen. Ja. Ja, nauwe contact met patiënten. Zeker, ja. En ook gewoon inderdaad met een klein advies de patiënt toch zelfstandig kunnen laten functioneren. Ja. Wij werken graag als fysiotherapeut in het CWZ. En we vonden het erg leuk jullie even mee te nemen in ons werk. Doei!